Om Zeewolde ook in 2023 een mooie avondvierdaagse voor te kunnen schotelen, is dinsdagavond in de Meermin een vrijwilligersavond gehouden. Want de nood was hoog. In de voorbereiding merkten we dat eigenlijk al. Dat Marieke best wel veel deed voor de avondvierdaagse. En dat is gewoon te veel voor iemand alleen. We willen het werk verdelen. We willen echt een mooi team neer gaan zetten. Waardoor iedereen een klein beetje hoeft te doen. En niet heel veel hoeft te doen. We hebben een oproep gedaan. Waar we voor 2 weken geleden veel enthousiastelingen op terug hebben gekregen. Daar hebben we echt de noodklok laten luiden. En aangegeven, we hebben gewoon een bestuur nodig. Want er is nu geen bestuur. Is er geen bestuur op 1 december, dan stoppen we ermee. Dan gaan we geen vergunning aanvragen. En gaan we dus ook geen avondvierdaagse organiseren in Zeewolde. Ja, toen dacht ik, ja, weet je, ik wil niet hebben dat het niet meer doorgaat. Dus ja, dan gaan we gewoon meehelpen. Steken we de handen uit de mouwen, schouders eronder en we gaan ervoor. Zo kreeg Marieke nog veel meer enthousiaste reacties. Overweldigend. Ik heel blij om te zien dat iedereen in het dorp zo bewogen is met de avondvierdaagse. Iedereen wil meedoen, wil meehelpen. Daaruit zijn heel veel enthousiastelingen gekomen. Hebben we op dit moment ook een groepje die enthousiast is voor als bestuur. Een kandidaatbestuur. Met daarbij eigenlijk de verschillende werkgroepen. Om de werkdruk enorm af te nemen. Als je het werk verdeelt, mocht er iemand uitvallen, kan iemand anders het overpakken. En ja, daar zijn we nu mee aan het kijken van joh, wie wil wat gaan doen. En ja, wat voor plannen hebben we? Wat zou je tegen mensen willen zeggen die nu nog twijfelen? Meld je aan als vrijwilliger. Kom 1 avondje, 2 avondjes helpen. Hoe meer vrijwilligers, dan kan in ieder geval de avondvierdaagse doorgaan. Wat zou Zeewolde zijn zonder een avondvierdaagse? Ja, ik vind het cultuur. Het hoort er gewoon bij. En ik kan het me niet voorstellen. Het is gewoon 1 groot feest. Iedereen komt in beweging. Dus Zeewolde zonder avondvierdaagse, nee. Hoort niet. Wij weten allemaal van jongs af aan loop je de avondvierdaagse en heb je die medaille op zak. En dat wil je geen kind en geen ieder ontnemen.